post-pandemic reboarding, het is dus een ding. En hier zijn een aantal voorbeelden van organisaties dat dat geweldig hebben gedaan. De eerste is lengteschatten. Er waren natuurlijk nieuwe mensen gekomen tijdens COVID en er waren nog oude mensen en die hadden elkaar nog nooit live gezien. Dus op de allereerste keer dat ze elkaar gingen zien, hadden ze de oude mensen bij elkaar en de nieuwe mensen bij elkaar en hadden ze flipcharts gemaakt die op de muur gingen en mocht je schatten, ik denk dat hij of zij zo is. En vervolgens werd die persoon, zo lang is, werd die persoon naar binnen gehaald en die ging dan bij de flipchart staan. En sommige organisaties doen ook dat je dan door de flipchart heen loopt, omdat die flipchart in een deur hangt, om te raden hoe lang ben je. Nou, super grappig accent over, ja, we weten eigenlijk niet, we hebben elkaar nog nooit gezien, laten we elkaar nu eens even goed leren kennen. Dus dat was als opening van een meeting om elkaar te leren kennen. Een heel aantal organisaties hebben ook gekeken naar wat voor gewoontes hebben wij nu, die misschien wel helemaal niet zo handig zijn. En een van de gewoontes waar een Amerikaanse organisatie achter kwam was, de directie parkeert altijd vooraan. Want dan hoeft de directie niet zo ver te lopen. Maar de directie heeft nogal een zittend beroep. Dus misschien is het wel slimmer om de mensen die het meest fysiek werk doen, vooraan te laten parkeren. Daar hebben ze over gestemd met elkaar. Iedereen was daar enorm mee eens. Dus de directie mag nu achteraan parkeren. Dus het weer naar kantoor gaan gebruiken om even te kijken van wat gewoontes hebben wij eigenlijk, is een hele goeie. Een andere die ik heel zorgzaam en mooi vond, was dat bij een organisatie hebben ze alle mensen een mail gestuurd waar ze in konden vullen hoe voel jij je echt over het feit dat je weer naar kantoor gaat komen. Dat was voor mensen die weer echt vaker naar kantoor gingen komen. En als je dan een hoog cijfer gaf in een aantal keren, dan kreeg je de vraag, zou je een buddy willen zijn van iemand die het moeilijker vindt? En als je hem wat lager aangaf, kreeg je de vraag, goh, wil je begeleiding? Zou je gesprekken prettig vinden? Of vind je het lekker om een buddy te hebben met wie je daar af en toe over kunt praten? Dus zo zorgden ze ervoor dat ze mensen gingen connecten die het makkelijker vonden of mensen die het moeilijker vonden extra ondersteunen. Ik denk dat jullie allemaal wel bekend zijn met dat heel veel organisaties waarden hebben. Dat ze graag ook willen dat mensen naar die waarden handelen. Maar dat die waarden vaak eigenlijk alleen maar aan de muur hangen of op een website staan. Dus een van de kansen die zo'n post-pandemic reboarding biedt, is om jouw waarden te gaan connecten aan de maatregelen die je neemt om het makkelijk te maken om weer naar kantoor te gaan.